Goed. En terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Tilburg? Ja. Oké. Okay. En meer informatie heeft u op dit moment? Meer heb ik op dit moment niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken. Dat mensen bezorgd zijn. Ik denk dat daarmee is om te zorgen dat er feiten op tafel komen. Ja, want mevrouw Vossen, wat gaat er nu gebeuren? Nou, als het goed is, is de GGD hier, LCI, dat is het coördinatiecentrum van het EVM. En de GGD is al begonnen met, zoals we net op het bord zagen, de speurtocht naar hoe deze persoon het virus zou kunnen hebben gehad. Dus in kaart brengen wie deze persoon allemaal heeft gezien de afgelopen tijd. Of die ook verschijnselen hebben. Wie er recent met deze persoon in contact zijn geweest toen die al klachten had. Die zullen dan nu nog geen klachten hebben in het algemeen. Maar die worden dan gewaarschuwd om inderdaad bijvoorbeeld in thuisquarantaine te gaan. Dus er zullen eigenlijk direct maatregelen worden genomen om de speurtocht in gang te zetten. Waar komt dit vandaan? Ja, we hadden het er net over, ja. Toen er een reportage liep. Ik zei, ja, het is net detectivewerk. Het is net detectivewerk, ja. Ja, dat is het ook. Ja. 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 En wat ze gewend is, blijkbaar zijn ook andere ziektes. Want daar gaat dat over. Ja, klopt. Doen ze dat ook? Ja. Ja, u zit nog naar dat briefje te kijken. Dat staat niet meer op. Ja, nee, dat staat niet meer op. Nee, maar dat is nog. Ja, dat die eerste patiënt zich aandiende. Ja, dat mensen schrikken daar mogelijk van. Het is goed om aan te geven dat er direct dat contactonderzoek start. Wie is met deze meneer in verbinding geweest? En dan kijken welke, dus op basis van risico's, dan kijken welke maatregelen moeten worden genomen. Ja. Ja, en dit is ook waar we het eerder op de avond over hadden natuurlijk. Van je merkt pas dat iemand besmet is. Als je zich meldt met klachten, dan kom je via de huisarts in het ziekenhuis terecht. Klopt. Ja, we weten natuurlijk nog niet hoe erg deze meneer eraan toe is. Nee. Nee, daar hebben we geen gegevens over. Nee. Goed, dus dat contactonderzoek gaat. En wat is dan eigenlijk de volgende stap? Want iedereen die met hem in contact is geweest, is dan potentieel ook in gevaar. Wordt getest. U had het over quarantaine en we hoorden isolatie. Dat is niet hetzelfde, hè, quarantaine? Nee.